overspoel me met pijnloze verhalen. In onze regio is er onwijs veel muzikaal talent wat lekker aan de weg aan het timmeren is en waar wij je dus graag kennis mee laten maken. Met On Track gaan we daarom iedere week langs bij één van hen, want door de coronacrisis kunnen zij nu niet optreden en wij geven ze graag toch een podium. Deze keer zijn we bij de 30-jarige Marlies Ruigrok uit Schipluiden. Deze zangeres en theatermaakster maakt muziekvoorstellingen over haar eigen emoties en ervaringen. En niet alleen de leuke. En niet geheel onverdienstelijk hoor. Met haar voorstelling Azul pakte ze namelijk 2 jaar terug de entreeprijs op het theaterfestival Boulevard. Welkom op Zonnehoek. Dankjewel. Hou je zelf een beetje van druiven? Zeker. En zeker van deze druiven. Kun je zo krenten? Nee, eigenlijk niet. Maar ik zag ze net hier krenten en ik dacht, oh, dat zou toch eigenlijk leuk zijn om dat hier een keer te gaan doen. Ze hebben ze net allemaal gekrent. Dus. Oké. Nou, dan zitten we in een vers gekrente kas. Op de mooiste plek in het Westland. Kijk, let's echt go. Echt ver uit. Toen ik bij Dario Fo zong in het Westland, toen was dit wel een locatie waar vaak voorstellingen werden gehouden. Ja. Maar waarom hier? Het is nou niet echt een hele praktische locatie, denk ik. Nee, niet praktisch, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat natuurlijk om de locatie zelf. Vanaf de brugklas ben ik toneel gaan spelen. En later op de middelbare school ben ik gaan zingen. Echt aan het einde een beetje, toen ben ik aan open podia mee gaan doen. En toen merkte ik, hey, dit vind ik heel leuk. Ja. Maar je ging daar natuurlijk al heen met het idee van, ik vind dit al leuk, denk ik. Dat ik toneel ging spelen? Ja. Ja, het heeft denk ik ook te maken met mijn broer speelde ook toneel. Dus dat, ik was naar die voorstelling al geweest toen ik nog op de basisschool zat. Dus dat leek me natuurlijk leuk inderdaad. Ja, als je het niet leuk vindt, dan ga je het natuurlijk niet doen. Als je naar een voorstelling gaat en je zit daar met een publiek, of ik sta dan op een podium of ik zit in het publiek, zit je in die ruimte en wordt er een voorstelling voor je gespeeld of speel ik een voorstelling en zit je met z'n allen, beleef je hetzelfde, ga je mee in dat verhaal of mee in die muziek. En de wisselwerking daarin tussen degene op het podium of tussen mij dan en het publiek, dat is uniek denk ik in het theater hoe dat ontstaat. Dat is eigenlijk begonnen als afstudeervoorstelling. Dus ik studeerde in Tilburg de master muziektheater. Ja. En ik wilde heel graag daar een voorstelling voor maken. Als eindproduct. Om af te studeren daar, maar ook om daarmee verder te kunnen spelen. Dus toen heb ik een team samengesteld waarmee ik graag wilde werken. En eerst heel erg gericht op dat afstuderen en toen uiteindelijk mocht ik op Festival Boulevard spelen. En daar hebben we de entreeprijs gewonnen en zo is het balletje een beetje gaan rollen. Mijn liedjes gaan over van alles en nog wat. Over wat me raakt en wat me bezighoudt. Het eerste liedje wat ik schreef bijvoorbeeld ging over troost eigenlijk. Waar de zee eigenlijk een metafoor voor is. De zee? Ja, de zee. Dus als ik aan de... Het lied heet Je Zee Zijn. En als ik aan de ik ben graag op het strand en ik wandel graag langs de zee. En het is geschreven om een troost te willen zijn eigenlijk. Dus om de zee als metafoor voor troost. En voor wie wilde jij een troost zijn? Toen was mijn oma net overleden. En dat was de moeder van mijn moeder. En ik wilde een troost voor haar kunnen zijn. Dus eigenlijk vanuit die gedachtegang heb ik dat geschreven. Met tegelijkertijd het verlangen naar troost voor mezelf ook. Oké. Okay. Ja. Wil je een stukje doen? Ja. Ik wil je zee zijn. Jou omringen. Een lied voor je zingen, van eb en vloed. Ik strek me voor je uit, je weet me te vinden. Oneindig voorgoed.
overspoel me met pijloze verhalen. Verdrink me in diep donker gemis. De koude regen lost altijd op in het water van de zee. Ik denk dat mijn eerste zangnoten waren op mijn kleine rode fietsie, toen ik 4 was of zo, denk ik. En dan zong ik altijd dat liedje, ik fietste altijd zo door de buurt en dan zong ik altijd dat liedje van Kinderen voor Kinderen, denk ik toch? Ik ben zo rood, ik ben zo rood, ik wou dat de kapper me overspoot. Dat zong ik, zo kennen de buren me volgens mij. En ik ben wel, wij zijn thuis heel erg opgevoed met muziek. Dus dat wil zeggen, op zondagochtend ging de radio altijd, of de LP's gingen altijd op maximaal volume met Pink Floyd en Supertramp en zo. Kijk eens. Ja, ja, daar heb ik hele goede herinneringen aan. En vaak ook meegenomen, weet je, naar concerten al en zo. Mijn ouders luisteren gewoon heel veel muziek. En, maar het echt zingen en spelen, dat is pas later. Dat is echt pas laat, eind middelbare school gekomen. Maar ik denk wel dat die hele muzikale bagage, omdat je natuurlijk dat vroeger zoveel beleefd. En bouwden wij mijn broer, die speelde wel al vanaf heel vroeg piano. Dus er was heel veel muziek in het huis. Ja. En mijn opa speelde trouwens toneel. En mijn tante zong wel. Dus het zit wel zo... In de familie? Ja. Grote uitdaging geweest afgelopen jaar. Het is eigenlijk heel erg zo gegaan, denk ik. Dus als er weer een beetje uitzicht kwam, zo eind zomer was dat volgens mij. Toen kwamen er ook weer optredens, omdat festivals toch in kleine vorm door konden gaan. Toen kreeg ik dan weer nieuwe energie. En toen zo weer naar de winter toe, toen ging het natuurlijk... Ik had in december een hele reeks voorstellingen staan. Die zijn allemaal weer niet doorgegaan. Dus daar zat weer even een dal, denk ik. Maar nu zit ik weer een beetje zo, kijk ik wel weer uit. In juni staan de eerste dingen nu. Maar daar krijg je toch gigantische stress van? Dat je denkt van, ja, maar jongens, kom op. Ja, ook. Ik kan niet ontkennen dat dat natuurlijk een hele stressvolle en ook uitzichtloze situatie natuurlijk is. Omdat het de hele tijd maar langer duurt en zo. Als we toch vorig jaar hadden geweten waar we nu zijn... Ja, misschien had je dan zelfs meer rust gehad. Nee, niet om met dit helemaal te stoppen. Nee, dat kan ik denk ik niet. Dat wil ik ook helemaal niet. Maar wel, het is natuurlijk wel door mijn hoofd geschoten van... Oh ja, moet ik dan nu ander werk gaan zoeken tijdelijk? Of je gaat natuurlijk wel nadenken. Oh ja, hoe gaat het in de toekomst? Of hoe lang gaat dit nog duren? Of, ik vind dat dan nu ook nog wel spannend. Maar ik kan de tijd ook goed gebruiken. Dus dat gaat ook de ene keer beter dan de andere keer, hoor. Maar je hebt natuurlijk wel, weet je, tijd om te schrijven, om te maken. Dat waren juist de dingen waar ik mezelf meer in wilde ontwikkelen. Omdat ik heel veel podium heb gestaan. Maar het schrijven en het maken, daar wilde ik nog zo verder in zoeken en zo. Dus dat heb ik wel het afgelopen jaar. Ik heb veel piano gespeeld, heb ik weer opgepakt. Dus ik ben wel andere dingen gaan zoeken om... ik kan mijn dagen prima vullen. Ja, zeker weten. Ja, absoluut. Dat is mijn droom wel. En dan door heel Nederland. Om de artiesten muzikaal uit te dagen hebben wij de volgende challenge voor iedereen bedacht. Maak een eigen versie van een liedje wat totaal niet in je straatje past. Benieuwd waar Marlies voor gekozen heeft. Ik heb gekozen voor Survivor van Destiny's Child. Foute rammertje. Waarom ja, ja, ja. Foute classic inderdaad. Ik hou erg van de 90s muziek. Dus ik dacht, vet, dat ga ik doen. En ik dacht, past goed bij deze tijd. Power lead. Ben benieuwd. Succes. Ja, thanks. Thought that I would fail without you, but I'm on top. Thought it would be over by now, but it won't stop. Thought that I would self-destruct, but I'm still here. Even in my years to come, I'm gonna be alone.
I'm a survivor, not gonna give up, not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it, Lord. Oh. Wat een uithaal. Vond jij dit nou net zo tof als ik? Volg Marlies dan via Instagram. En we gaan er even 3 weken tussenuit voor de WOS Songfestival Challenge. Maar op 29 mei zijn we bij je terug. En dan gaan we naar de zingende DJ Ferry Koestering. Dus tot dan. Cause maybe you gotta be the one that saves me.